Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van City Skylines, aflevering 3. En we gaan weer verder met die gigantische grote stad waar we vorige keer ook mee bezig waren. En laten we het uitbreiden, want ik heb iets heel vets gedaan. Ik heb namelijk met Steamwork mods gedownload en je gaat hier versteld staan wat voor mods. Dus kijk maar snel mee. Daar is mijn stad en jullie kennen het natuurlijk wel weer net als vorige keer. En iemand liep te klagen over dit, over deze bocht. Dus wat ik ga doen is, ik ga dat natuurlijk gelijk aanpassen. Daar heb ik zin in. Dus ik haal deze bocht, huppakee, die haal ik gewoon weg. En dan die auto's die verdwijnen langzaam, hoop ik. Het was echt zo heel langzaam. En dan gaan we hier even een nieuw weggetje maken. Even kijken, als we nou tot daar doen. Even kijken, dat was helemaal niks. Nee. Je kan ook geen Ctrl-Z doen. Dat probeerde ik net namelijk. Ik weet niet waarom, maar... Oké, nu haal ik dus meer weg dan normaal. Ik zal gewoon maar even weg moeten maken. Zo, dus zoiets. En dan zou ik hem eigenlijk moeten aansluiten op zoiets en zoiets. Ik denk dat dit er beter uitziet qua bocht. Ja. En ongelooflijk wat mensen soms maken in City Skylines. Echt de meest mooie kunstwerken die er maar zijn. Hé, dat ging net weg. Zag je dat? Dat gebouw, dat ging net weg. Misschien te weinig medewerkers of werknemers eigenlijk. Hier zie ik nog zoiets waar eigenlijk niemand in zit om te werken. Dus dat halen we gewoon weg. Er zijn nog meer van die gebouwen. Hier nog één. En even kijken. Overal waar zo'n huisje boven staat, kunnen wij weghalen. Nou, zo te zien zie ik voor de rest helemaal niks nog. Eens even kijken. We gaan verder bouwen, denk ik. En laten we even het allemaal speed-uppen. Dus we gaan even wat snelheid erin maken. Het is echt heel cool wat we erbij hebben. Ik laat het even zien. We hebben namelijk een Luna Park. Dat is een soort van pretpark wat ik heb gedownload. En volgens mij heb ik nog meer spulletjes. Even kijken. Ja, ik heb hier een draaimolen. Ik heb hier een kartbaan. Ik heb nog meer dingetjes. Ik heb een reuzenrad. Het is echt super gaaf. Ik heb 8 banen. Dus we kunnen echt iets heel vets neerzetten qua amusement. Dus laten we ook een pretpark gaan maken in deze stad. En ik weet niet waar ik dat nog ga doen. Maar we zouden misschien wat land erbij kunnen kopen. Want dat kan ik namelijk ook doen. Zullen wij eventjes kijken. Misschien dat wij wel wat meer hier gaan doen. Maar dan moeten we een bruggetje bouwen. Dus misschien wel hier anders. Even kijken, als we nou eens naar boven werken, daar zit wel heel veel groen. En dan kunnen we aan de andere kant van de weg, kunnen we misschien wel wat dingen bouwen. Dus ik ga dat gewoon kopen. En laten we nu verder gaan. Dus ik heb 1 stuk land erbij gekocht en dat is hier zo, dit stuk groen. Dus we kunnen nu ook de weg wat anders maken dan normaal. Je ziet hier dat die leuk aansluit. Maar we zouden eigenlijk iets moeten maken dat het makkelijker aansluit naar de overkant. Dat is even uitvogelen hoe en wat. Even kijken. Daar moet ik even voor gaan zitten, denk ik. Daar hebben we speciale baanelementen voor nodig. Maar ik denk, als ik nou gewoon zoiets maak, een kruising, dan ben je ook gelijk klaar. Maar ja, het is natuurlijk voor 2 wegen. Hè? Dus misschien zou ik wel... als ik zoiets neerzet, dan ben je ook gelijk klaar misschien. Dus als ik dit nou allemaal sloop, als het kan, dan zet ik gewoon ineens zo'n ding neer. Wacht, let op, hè. Kijk, dit zetten we, dan halen we allemaal weg, dit. Zo, je kan niet meer in het park. Je kan niet meer in de stad komen. Dat zal niet zo goed zijn natuurlijk voor de mensen die erin willen. Maar laten we even wat dingen weghalen. Zo, we hebben genoeg plek om iets te bouwen. Nou, laten we dus deze neerzetten. Even kijken of het mogelijk is. Het zou kunnen. Ik weet niet wat het doet. Ik wil het 1 keer plaatsen. Dat ziet er wel fantastisch gaaf uit, vind ik. Ik vind dit er heel cool uitzien. En anders krijg je deze. Dat is, even kijken, als ik dat gewoon neerzet, even random ergens... Die zou je dan vanaf deze kant moeten zien. Dan kan die maar naar 1 kant. En ik wil hem naar 2 kanten doen. Dus wat gaan we doen? Oh shit, ik moet het allemaal los verwijderen. Meen je dit? Oh god. Ik snap dus al wat ik verkeerd heb gedaan. Echt super stom. Maar zeg maar, het is heel logisch. Er staan strepen op de weg. En de strepen moet ik dus wel naar de goede kant laten wijzen. Dus dit is niet goed. Dit is niet goed. Dat is niet goed. Dit is niet goed. Dus je moet vanaf deze kant moet je bouwen naar die kant. Dus het is niet andersom. Kijk. Nu klopt hij wel, zie je het? Want nu staan die strepen de goede kant uit. Dus ik moet, even kijken, ik ga dit weghalen. Dus deze lange weg gaat weg. Snap je hem? Hahaha. En als we het even verder weghalen zo. Dan kunnen we ook op een eigen manier laten lopen hoe we willen. Dat is best wel cool, want er komt natuurlijk een weg helemaal vanaf daar. Een beetje een snelweg is dat. Dus we moeten hem gewoon connecten naar daar zo. Nou, laten we dat doen. Dus dan even kijken hoor. Je komt van die kant. Dus we beginnen van deze naar daar naartoe. Dus dat is dan ongeveer, even kijken, als we hier een soort bochtje in laten gaan, dat kan ook. Dat ziet er wel cool uit. Een grote bocht kan ook, maar dat doe ik niet. Ik doe zoiets en dan doe ik zo. En dan doen we van deze kant, moet je hem dan naar daartoe doen. Dus
Dus we laten hem hier al ook in zo'n soort bochtje laten lopen. En dan ongeveer zoiets. Zo. En dan zou die goed moeten zijn. En dan kunnen we deze kant laten uitwijken naar een pre-park hier in de hoek. Hier zo of zo. We gaan gewoon iets vets maken. Dus hoe hebben ze dat hier gedaan? Nou, het stroomt neer op een city. Nou, laten we dat hier ook doen. Dus hier gaat het naar een bocht misschien. Een leuke grote bocht gaat hier naartoe. En laten we dat ongeveer groot doen. Zo. En dan heb ik dat goed gedaan vanaf de goede kant. Want als ik dat weer niet goed doe. Je gaat die kant uit. Ja. Strepen staan erop. En daar ook strepen. Dat gaat goed. En dan zou je dus vanaf deze kant. Even kijken. Dan moeten we hem iets breder doen. Dus hier plaats ik hem. Gaan we hem iets. Even kijken hoor. Dus een stukje naar recht. En dan een bochtje. Dus ik doe hem ongeveer tot dit denk ik. En dan nog een bocht. Zo. En dan een rechtstuk. Zo. Tof. En dan krijgen we hier een rechtstuk van een weg. En dat wordt dan een soort hoofdweg. Kijken of we dat kunnen doen. Hoe dat eruit ziet. Dus als we dit nou met elkaar verbinden. Hoe gaat dat eruit ziet? Dat ziet er niet mooi uit. Ik wil één zo'n weg hebben. Dus ik ga dit weghalen. En dan doen we gewoon een straat. Even kijken hoe dat oogt. Zo. En als we dit naar voren laten gaan. Oh, dat ziet er niet uit. Wacht even. Ik doe elke keer Ctrl-Z automatisch. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon iets voor de computer gezien, technisch of zo, weet ik veel. Oh, ik haal nog meer weg. Het gaat zo lekker, jongens en meisjes. Het gaat supergoed. Not. Hier wil ik gewoon een rechtstoel. Ja, deze wil ik even kijken hoor. Deze moet ook zo. Zo, kijk. Dit wordt hem. Zijn er serieus stoplichten hier? Oh ja, kijk, stoplichtjes. Of routebeschrijving natuurlijk. Nou, prima. Dus dit wordt de weg naar de pretpark. Superleuk. Nou, ik heb dus allemaal dingen gedownload, zoals ik zei. Ik heb pretparken, parkeerplaats weet ik niet. Maar dat zouden we dus later kunnen doen. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Dit ziet er... Ik wil even één keer plaatsen. Kun je even kijken hoe dat eruit ziet? Kijk eens. Dit ziet er toch wel tof uit. Supercoaster heet hij ook. Ik weet niet of die heel realistisch is. Hij gaat heel snel naar boven. Hij ziet er gewoon heel leuk uit. Dus dit belooft sowieso iets heel vets. Hij heeft natuurlijk stroom nodig en dat soort dingen. En er wonen ook heel weinig mensen wonen in de buurt. We hebben in ieder geval wel een politiehuis hebben geunlocked. En die moet ik even gaan neerzetten. Laten we eens even kijken waar we dat kunnen doen. Ik denk misschien wel dat we dat misschien wel ergens hier kunnen doen. Even kijken waar een mooi plekje is. Hier zo doe ik hem. Worden al die mensen blij van. Want hier staat het ene politiegebouw en hier het andere. En dan ga ik eens even kijken of we dit politiegebouw herkennen. Nee, dit is gewoon een origineel politie. Ik zeg dat omdat ik namelijk wat dingen heb gedownload. En als ik even kijk. Zie ik hier een vracht of een politie Volkswagen. Een Volkswagen politiebusje. Of een autootje. Dus dat is echt heel tof. Er zitten dus Nederlandse voertuigen in het spel. Ik heb echt heel veel mods gedownload. Zowel Nederlandse huizen als monumenten en dat soort dingen. En wat is hier aan de hand? Not enough educated workers. Oké. Dat moet ik dus weghalen hier zo. Hoppakee, dat gaat weg. Nou, hier zijn nog meer werken. Oh jeetje. Er is iets aan de hand en dat heb ik even over het hoofd gezien. Maar dat zijn dus, er is te weinig stroom. Dus wat we dan gaan doen, is even wat meer stroom neerzetten. Dus we moeten wat meer power gaan ondernemen. Dus laten we hier in het water nog even wat dingen neerzetten. Wat van die, windmolentjes. Maar deze zijn nog het beste. En die kunnen we eigenlijk bij de fabriek het beste plaatsen. Maar er is waarschijnlijk haast geen plek. Ik ga eens even hier, kunnen we misschien eentje neerzetten. Zo. En die zou dan weer stroom moeten leveren, maar... Ik ga eens even kijken. Ja, er komt weer wat groens bij. Dat is mooi. Maar er zijn heel veel huisjes hier die niet worden bewoond. En ik weet niet hoe dat komt. Maar er zijn gewoon te weinig werknemers. Dus we moeten meer huizen bouwen, zodat er meer medewerkers komen om daar te kunnen werken. Dus laten we dat meteen doen. We gaan gelijk wat huizen bouwen. En we hebben hopelijk genoeg plek. Daar hebben we vorige keer wat meer wegen gemaakt. Want dit zijn natuurlijk alle bezoekers dadelijk voor de pretpark. Er moeten natuurlijk wel, ze moeten natuurlijk wel naar de pretpark kunnen. Dus dat is wel heel tof. Ja, ik vind het raar om midden in de stad een pretpark te bouwen. Ik vind dat niet realistisch. Dus vandaar mijn keuze dat ik daar nog even mee wacht. In ieder geval, ik ga het even volmaken met groene huisjes. Of groene huisjes, het zijn gewoon huisjes. En wat is hier aan de hand? Is dit allemaal afgebrand? Oh, abandoned. Het lijkt net of het echt allemaal afgebrand is of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar misschien is dat gebeurd omdat ik met die weg bezig was voor een hele tijd. En nu komen er inderdaad wat meer vrachtauto's en tractors komen hier naar de stad toe. Om mensen te laten verhuizen. Dus ik heb ook wat opmerkingen gekregen van Vincent. Wat is het licht in je kamer? Inderdaad.
een opmerking gekregen dat het heel druk gaat worden in de stad. En dat ik daar rekening mee moet houden. Dat je ook met mods ook allemaal stoplichten kan toevoegen. Maar daar zit ik niet zo op te wachten. Laat ik het hier een beetje mooi maken met... even kijken, wat kunnen we hier plaatsen? Ik ga eens even naar het groene. En dan gaan we even naar pad. En dan ga ik even een pad plaatsen. En dat pad dat komt dan ergens tussenin te liggen. Even kijken waar plek is. Misschien is hier wel een soort van plek. Als we hier nou iets doen. En ik doe even dit aankruisen zo. Dan maken we hier een bocht in. En dan maken we gewoon een soort wandelroute hier langs die huizen. Dat is misschien leuk. Met een soort van scherp bochtje hier zo. Hoppakee. Dan moeten we niks raken. Dat zou nog beter zijn. Zo. En misschien eindigt dat wel ergens weer terug. Misschien loopt hij gewoon een keer rond. Ik heb heel vaak dat hij weer ergens uiteindigt. Maar we kunnen hem ook gewoon eens zo doen. Oh, wat gebeurt daar dan? Ik weet niet wat dit is, maar... Dit is echt spontaan het gebeurd. Ik weet niet waarom, maar oké. Het is een beetje kapot gegaan hier. Ik zou echt niet weten waarom. Ik haal het eens weg. Ik ga er eens opnieuw plaatsen, want dat ziet er niet zo heel mooi uit. Vinden jullie ook niet? Ik vind het er niet zo mooi uitzien. Zo, kijk eens. Nu ziet het er mooier uit. Misschien was het een bug of zo. Ik weet het niet. Nou, we hebben ook wat nieuwe bomen. Zoals je ziet heb ik hier een langwerperboompje. Die heb ik nieuw gedownload. Ik plaats ze gewoon een paar keer, want ik vind ze wel heel erg leuk. Ik had heel weinig keuze aan bomen, vond ik. Dus ik heb er een paar nieuwe gedownload. Nou, deze zijn duidelijk gedownload, dat zie je. En dat is allemaal legaal, want het is via de Steamworks heet dat volgens mij. En dan kan je dus allemaal dingen uploaden die mensen maken. Nou, bosjes ook. Die zijn natuurlijk prachtig. Dat zijn een beetje groene, gifgroene bosjes, om het zo te zeggen. Die plaatsen een beetje aan de zijkant. En deze was ook de Summer Tree. Dat was ook een hele mooie. Ook een hele mooie donkere groene kleur heeft hij. Je kan ze ook helemaal langs het pad zetten. Dat maakt het natuurlijk ook heel tof. Ik vind het wel belangrijk dat je nog wel een beetje het pad kan zien. En dat je verschillende soorten kleuren bomen neerzet hier zo. Dat in ieder geval wel het een beetje volmaken met natuur. Jammer dat ik nog niet echt bankjes kan plaatsen en zo. Maar dat komt hopelijk later nog wel. Dan kan je het nog een beetje decoreren. Ik heb ook hier een even kijken, wat hadden we nog meer? Een summer tree. Of is dit een summer tree? Ik denk het wel. Een ambulance. Nou ja, dat gebeurt wel eens vaker. Ambulance, dat is allemaal goed. Nou ja, goed niet. Maar in ieder geval dat het wel zijn werk doet wat het hoort te doen. Nou, hier nog wat bomen neerzetten. En dan is dat prima zo. Dan hebben we een leuk stukje bebost hier. Dat is leuk voor die mensen die er wonen. Ook al geven ze geen moer erom dat je dat bouwt. Want ze zien niet eens een vrolijk icoontje. Nou, wat kunnen we hier nog plaatsen? Misschien nog een extra weg. Dat we weer wat meer huizen kunnen plaatsen. Dat is belangrijk. Dat als we hier nou een kruising maken. Even dit aanvinken zo. Even kijken hoor. Hier zo. Kom op, Vince. Ik moet het wel goed klikken. Wacht, zo dus. En dan doen we het. Hier een bochtje. En het wordt wel echt heel smal hier. Maar op zich kan het wel. Het ziet er wel heel leuk uit. En die wijk kunnen we dan dadelijk helemaal volmaken met groen huisjes. Maar het is nog niet nodig, want het groene staat nog niet hoog. En hier zijn nog huizen die nog bewoond moeten worden. Dus genoeg huizen die ze kunnen pakken. Wat staat hier? Iets groens. Wat is dit? Oh, 6 van de 6 workers, not enough customers. We hebben niet genoeg mensen die dit restaurant bezoeken. Wat jammer dit. Kom allemaal naar dit restaurant. Ik denk dat er gewoon in dit gebied waar het restaurant ligt, zijn niet veel huizen. Ja, die zitten allemaal erachter, maar dit is natuurlijk een winkelgebied. Dus ik denk dat het daarom niet goed bezocht wordt. Het ziet er wel heel tof uit al. Vind je niet? De stad wordt al echt heel groot en het wordt alsmaar groter en groter. En we zijn level up. En wat krijgen we allemaal? We krijgen... city planning. De politie kan je city plannings laten doen. We hebben level 4 buildings. Dat is heel tof. We krijgen nieuwe roads met boompjes langs de weg. We hebben nieuwe gebouwen. Een politiestation. Een ziekenhuis nieuw. Dus we kunnen een hoop nieuwe spulletjes gaan bouwen. En dat vind ik heel tof. Dus zullen we eens kijken wat we allemaal nieuw hebben. Nou, we hebben dat nieuwe ziekenhuis. Dat ziet er echt fantastisch groot uit. Hier in het midden staat natuurlijk het normale ziekenhuis. Maar misschien zou ik wel het ziekenhuis erbij kunnen neerzetten. Kijk eens. Daar zijn heel veel mensen mee eens. Heel veel mensen. En dat is alleen maar goed. Alleen voor... Ja, hier zijn niet zoveel... Nee, ik denk dat ik hier nog wel een iets neerzet. Wat het kan helpen. Kijk eens. Al die mensen worden nu ook blij. Dat moest wel hoor. Ik moest daar ook een hospitaal neerzetten. De fire safety is ook heel erg zwak. Dus, er was trouwens geen hospitaal, maar dat was een brandweerkazerne. Maar in ieder geval, ik hoop dat dat gebied nou helemaal mooi is bedekt. Met dat in ieder geval dat het, de veiligheid moet belangrijk zijn, boven alles. Dan hebben wij ook nog een nieuw politiestation. Nou, misschien kan ik dat wel ergens hier in de buurt zetten. Even kijken.
Kunnen we het niet hier ergens neerzetten? In de hoek? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat het nodig is. De veiligheid voor alle burgers. En alle hamburgers. En even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? We hebben nog geen metro. En we hebben ook nog geen boot. En geen vliegveld kunnen we nog niet neerzetten. Maar we kunnen echt heel veel in de toekomst gaan doen. Dus dat is echt fantastisch hoe dit spel is. Het is uiteindelijk natuurlijk wel een super spelletje. Hier ga ik wat bomen neerzetten. We hebben natuurlijk nieuwe bomen. Dus ik moet het wel een beetje mooi decoreren. Hè? Dat is belangrijk. Dat je gewoon hier en daar wat plantjes plaatst. En ook gewoon de custom trees mogen er neerzetten. Ik ben net, het is een beetje Rollercoaster Tycoon, hè? Dat ik er wel dingetjes download voor custom trees en dat soort dingen. Nou, laten we dit een beetje volmaken, want dan oogt het wat, hè? Uiteindelijk. Dan denk je van, wow, dit lijkt echt op een stad. En dan van, ja, dat probeer ik al vanaf aflevering 1, probeer ik het al een beetje op een stad te laten lijken, zeg maar. Dus je niet denken dat ik een of ander theme park aan het spelen ben. Sowieso ben ik niet echt een SimCity verslaafde. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dit spel heeft toch wel een verslavend middel op mij gewekt eigenlijk. Gewoon echt. Ik vind het gewoon een fantastisch spel. En het ziet er ook fantastisch uit als je het gewoon leuk decoreert zoals je ziet. Gewoon wat bomen plaatsen doen wonderen. En ik zie dat mensen water nodig hebben voor poep en plassen. Dus we gaan eens even kijken of we wat buisjes neer kunnen leggen onder de grond naar de mensen toe. De huppakee. Nou, dat was het enige wat ze nodig hadden daar. En ik denk, wat is hier aan de hand? Hier is volgens mij een fikkie geweest, of niet? Nee. Building is on fire. Oh, het wordt geblust. Mooi zo. Nou, dan komt de brandweer hopelijk dadelijk wel. Ik hoor nog niks, maar ik zie hier een UPS. Een UPS-truc. Die heb ik ook gedaan trouwens. Leuk om te zien trouwens. Even kijken hoor, we gaan eens concentreren op hier zo. Want hier komt natuurlijk het pretpark. Maar ik wil ook wat woningen hier gaan plaatsen. Want dat zal er leuker en beter uit gaan zien. Misschien moet ik hier wel een muur maken van bomen. Waarom? Omdat het natuurlijk niet zo netjes is als je langs de snelweg woont. Ik bedoel, ik ga daar geen huizen plaatsen. Dus het moet wel een beetje van de stad afgelegen zijn. Maar ik zit te kijken of ik iets kan plaatsen wat het eventueel tegen zou houden. En ik denk het niet helemaal. Maar laten we ons Albert Heijn trouwens ook leuk. Een Albert Heijn neerzetten. Die moet ik trouwens nog even in de stad neerzetten. Een Albert Heijn is altijd makkelijk. En ziet er natuurlijk fantastisch uit. Laat ik dat gewoon ergens centraal doen. In het midden. Misschien hier zo. Dan hoef ik nog maar twee huizen te slopen. Even kijken hoor. Ik moet zo min mogelijk huizen slopen. Hier zo. Nou, ik heb een Albert Heijn geplaatst. Ik wil natuurlijk kijken hoe die eruit ziet. En kijk eens. Dit is echt officiële Albert Heijn. Dit is echt cool. Dit kan gewoon in City Skylines met mods. Dus dat bedoel ik. Ik ga het zo cool eruit laten zien, mijn stad. Jullie gaan het fantastisch vinden in deze serie. Ik durf dat te wedden. Nou, die tweets kan ik weghalen. Elke keer als je hoger en meer speelt, word je dus level up. En dan kan je dus meer functies doen. En dat is alleen maar tof. Want uiteindelijk dan kan je steeds meer bouwen en steeds meer uitbreiden met variatie. En dat is ook belangrijk. Even kijken. Deze, is die al vol? Hij is nog niet helemaal vol, maar hij begint wel wat. Ja, zie je? Je ziet heuveltjes. Zie je dat? En dat betekent dat hij wel al wat voller gaat worden. 68% zit vol en er zijn 14 van de 15 garbage trucks in use. Dat betekent dat er 13 van de 15 vrachtwagens aan het rijden zijn. En het is belangrijk hoe groter je stad wordt, hoe meer je dat moet uitbreiden. En uiteindelijk moet je natuurlijk heel veel van die garbage afval plekken moet je natuurlijk maken in je stad. Nou, zoals je ziet gaat de stront helemaal hier naartoe. En dat wordt hopelijk een beetje hier in het water verspreid. Ik raad niet aan om hier een strand neer te zetten. Want dan, ja, dan zwem je tussen het pis en het poep. En dat zou niemand leuk vinden. Althans, ik heb er geen ervaring mee. Maar ik denk dat dit water, als je dit strand een beetje ziet, een heel klein strandje is het eigenlijk, dat dat heerlijk is om lekker te gaan zwemmen bij de fabrieken. Nou, wat ik wil eigenlijk een beetje uitbreiden daar naar achter. Maar het kan nog niet, want ik zie hier ook nog wat dingetjes. Geen genoeg werkers. Ja, en ik kan eigenlijk niks doen, want ik moet gewoon wachten totdat er weer een nieuwe mensen komen naar mijn stad. Laten we het hier wel een beetje uitbreiden. En laat ik de weg een beetje breder maken. Zoals je ziet zijn er natuurlijk wat nieuwe dingetjes bijgekomen. Ik kan het even laten zien hoe dat eruit ziet als we dat even neerzetten. Kijk, er komen er boompjes neer. Het ziet er echt fantastisch en schattig uit. Alleen, het is wel een kleinere weg en dat willen we niet. Dus ik doe hem weer gewoon lekker breed. Zo. En dan maken we hem langs de weg zo. En terwijl we dat doen, kunnen we hier dan misschien wel een stad maken. Dus dit zou dan de hoofdweg zijn.
misschien een beetje apart, zou je denken. Maar ja, je zal het zo meteen snappen. Maken we hier een bocht of een zoiets misschien. Schuin gaat hij. En dan gaat hij misschien wel daar naartoe. We moeten rekening houden dat het pretpark natuurlijk daaromheen komt. Dus we zouden in principe een weg kunnen maken hier omheen. Zo. Misschien hier een wat scherpere bocht. Zo. Kijk. En dan krijgen we een beetje vorm hoe dat pretpark er dadelijk uit gaat zien. Hè? Dat is belangrijk. We maken natuurlijk een weg zo en zo. Kijk eens. Nou, dit is een leuk gebied om een pretpark te bouwen. Misschien nog wel een beetje erg groot voor een pretpark. Maar we gaan natuurlijk ook nog wat huizen maken en wat straten aan de zijkant. Want hier moeten natuurlijk huizen omheen komen. En uiteindelijk komt dan het pretpark. Misschien kunnen we hier de ingang maken van het pretpark. Dus dat je hier naar binnen gaat. En dat moet je met een heenweg doen en een terugweg. Dus misschien dat ik dan wel een dikkere maak. Zoals dit. En die sluit dan aan op dat. Even kijken hoe dat eruit ziet. Dat zou dus wel kunnen dit. Ja. Ik denk dat ik zoiets maak. Alleen ik weet niet of ik een parkeerplaats heb gedownload. Zo niet dan toch. Het verstandigste is om misschien hier de ingang te maken van het pretpark. Waar nu mijn blauwe cursor komt. En eromheen allemaal pretpark ideeën. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Hartstikke gezellig. Gaan we gewoon doen. Maar het is natuurlijk moeilijk om hier leven te maken. Omdat het natuurlijk aan de andere kant al levend is. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje de stad gaan verdelen. Dus ik denk dat ik hier alvast wat huisjes ga maken langs de weg. Zo. Dat we het hier alvast een beetje bewoonbaar kunnen maken. Hè? En dat we dan ook wat winkeltjes doen aan deze kant. Zo. En dat kunnen we hier ook doen. Zo, hoppakee. En het is zo dat je niet altijd dingen hoeft te plaatsen. Dus je hoeft niet altijd winkeltjes te bouwen. Je kan ook gewoon eens zeggen van, ik bouw hier gewoon eens wat natuur. Dus we bouwen hier gewoon wat bomen. Zo, je hoeft niet altijd huisjes neer te zetten. Hè? Het kan ook gewoon eens wat bomen neerzetten. Hoppakee, zo. Nou, kijk eens, hebben we gedaan. En daar worden dingetjes gebouwd, spulletjes. En dan kan daar ook weer leven worden gecreëerd, om het zo te zeggen. Het is wel druk op de snelweg, moet je kijken. Komt van alles voorbij. Kijken of we wat... Oh, kijk, tractortjes zien we. En een donutkraampje. Waar gaat dat donutkraampje heen? En die hotdog komt er achteraan. Dat is flinke concurrentie. Ze gaan naar mijn pretpark. Of niet naar mijn pretpark, naar mijn stad. En ik denk dat ze daar misschien wel gaan wonen. Of misschien maken ze wel een donutwinkel. Je weet het niet. Ik ben wel ontzettend benieuwd. Nou, als het goed is, zijn er al... Kijk eens. Alleen deze is abandoned. Dus deze ga ik weghalen. Hoppakee. Nou, het ziet er over het algemeen goed uit. Mijn park loopt heel erg goed. Ik zal hem op de 3 toets zetten. Dan gaat het wat sneller vooruit. Ja, ik kan niet wachten om de pretpark te bouwen. Maar of we dat in deze aflevering gaan doen, weet ik nog niet. Want we zijn al bijna weer voorbij. Het gaat zo snel. Hier moet ik natuurlijk ook water naartoe krijgen. Dus we gaan eens kijken of ik hier misschien wel nieuwe waterleidingen ga maken. Ik moet natuurlijk rekening houden dat... Op zich kan ik hem wel splitsen. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Dus ik zou het dus hier naartoe kunnen maken. En dan zou ik dus met stroom... Zou ik dus eigenlijk stroomkabels moeten... Ja, even kijken. Of verplaatsen van hier naar de overkant. Kan dat over de weg heen? Nee, dat kan niet over de weg. Wat ik wel jammer vind. Nu wel. Wacht even. Zo wel. En zo ook. En kijk hoor. Zo ook. Heel voorzichtig moet ik dat doen. En dan over de weg heen naar daar zo. Kijk eens. Hoppakee. Zo doen we dat. Op zich zou dat wel... Ja, dat staat wel. Ik vind dit wel staan zo. Dat is wel realistisch. Zo. Nou, zoals je ziet gaat het heel snel vooruit. En dan kan ik weer nieuwe huizen plaatsen. En hopelijk gaat het hier bewoonbaar worden. En zoals ik zie, zoals jullie zien, komt hier het een en ander bij kijken aan de toeristen. Dus dat is mooi. Ik ga een beetje... Deze stroom moet eigenlijk doorgegeven worden. Dus we moeten hier ook wat maken. Ik denk dat ik hier gewoon de huizen neerzet. Maar dat is niet zo fijn als je daar woont. Dus ik ga dit... blauw maken, zodat de mens dat het stroom wordt doorgegeven aan die huisjes. Dat is heel belangrijk. Nou, hier maken we het een beetje groen nog. Zo. En ja, dat pretpark, hè. Oh, ik kan niet wachten op de volgende aflevering, want dan gaan we daarmee beginnen. En laat vooral een like achter voor mijn idee. En tot de volgende keer. En dan gaan we zeker uitbreiden en dat pretpark bouwen, want ja, het wordt gewoon gigantisch gaaf. Tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van City Skylines. Doei doei!